Ik heb schijt. Schijt. Ik heb schijt aan een gebroken hart. Ja, praatjes vullen geen gratis, maar ze strijden wel benen. Dus pas op. Pas op. We zijn nu bij de Oleander. Vandaag is het een hele bijzondere dag, want dit is de eerste keer dat de Bollywood-dansers, de Turkse volksdansers, de spoken word-artiest en de operazangeres samenkomen. Ik heb vandaag een aantal van de verschillende communityleden meegenomen en die willen ook heel graag wat aan jullie laten zien. Op 18 mei vindt op ongeveer 10 locaties rondom het Stationsplein en het Schouwburgplein de muziektheaterroute Orfeo en Majnoen plaats. Een internationaal stadfeest dat dit jaar onderdeel is van de Operadagen Rotterdam. Tijdens de kick-off ontmoeten de deelnemers elkaar en gaan ze langs de locaties van de route. Thomas! Nou, welkom. Een mooie opera tenue aan ook. Welkom op het Stationsplein. Ik zou kunnen zeggen, dit is eigenlijk wel de start van Orfeo en Majnoen. Op elke locatie werken verschillende kunstvormen samen om het verhaal te vertellen van de Griekse tragedie Orpheus en Eurydice en het Arabische liefdesverhaal van Leila en Majnoen. Zij is, zij is kunstenares en ontwerper en zij gaat verhalen vertellen over verlangen naar China. Dus we hebben meer dan 25 groepen en Rotterdammers gevonden die op hun manier die verhalen over liefde, verlangen en verlies gaan vertellen aan het publiek. De zeer diverse groep deelnemers bestaat onder andere uit beatboxers, spoken word artiesten en Turkse dansers. De operadagen willen hiermee opera toegankelijk maken voor het grote publiek. Wat heb jij met opera? Opera is niet echt iets waar ik zeer geïnteresseerd in ben, zeg maar. Ja, ik vind opera heel mooi. Gaat u ook wel eens naar de opera? Nee, ik heb nooit gegaan. Als er op televisie komt, dan luister ik wel en dan kijk ik wel. Ik zou het niet per se opera en Rotterdam als eerste samen linken. Omdat Rotterdam veel meer modern toekomstachtig overkomt. En opera natuurlijk iets is wat al een hele oude geschiedenis heeft. Eigenlijk zou opera gewoon in een modern jasje moeten. Ja, dat zou wel interessant zijn, ja. En dat is precies waar Orfeo en Majnoen om draait. Tijdens het feest wordt op het Stationsplein het verhaal verteld door Bollywood en Turkse dansers, een operazangeres en een spoken word artiest. Zij maken kennis met elkaars kunstvorm tijdens de repetitie. Maar de meeste durven ineens een ego te breken, dus proberen ze met foundation onzekerheden weg te vegen en zelf een oude bij te vegen. Ik doe mee aan de operadagen omdat ik het een toffe uitdaging vind om met verschillende disciplines iets tofs te gaan maken. En ook om te kijken hoe we elkaar kunnen versterken. In principe gaat het om liefde en de dans wat wij ook doen, hè? De Azerbeidzjaanse dans, daar gaat het ook echt om liefde. En het verhaal van de operadagen, wat eigenlijk neergezet wordt, het gaat ook om liefde. Dus wat dat betreft matcht het verhaal, muziek en eigenlijk onze danspasjes heel mooi. Wat als we operazang hebben en wat als daarop misschien Turkse bewegingen zijn? Wat als we daar op Bollywood bewegingen zijn? Ga gewoon een beetje experimenteren. Okay. Ja. Opera days are a great way to build a bridge between the world of opera, traditional opera, and the general public. Slowly. Ja, ja, voor ons is het inderdaad ook echt wel leerzaam om hier aan mee te doen. Dit omdat je andere culturen leert kennen, andere soort kunsten. En het mooie is om hier alleen maar van te leren en daar samen iets mee te creëren. Oh. De volgende aflevering leren wij meer over het verhaal van Orfeo en Majnoen. En
zijn we bij Outfit, die op geheel eigen wijze vormgeven aan een Griekse tragedie.